conferentie. Of dat je dit jaar weer zo'n leuke conferentie kan maken. Ik maak geen conferences, maar andere dingen. Maar ik ga mijn best doen om leuk te zijn en energiek en snel en hard en poëtisch. Wat ik dus wilde vragen aan Dolf is of hij wel genoeg vitamine eet. Want hij ziet er een beetje ongezond uit. Dankjewel voor je medeleven. Ik eet heel gezond. Ik eet geen vlees. Dat is en gezond en een stuk beter voor de wereld. Ik slik een hoop extra vitamine omdat ik hard train. Maar ik eet gezond en heel veel vezels en volkoren en groenten en fruit en dingen. Dus ja, ik eet heel gezond. Ik ben benieuwd wat Dolf Jansen voor een half uurtje vraagt om hier een beetje maf te doen. Ik doe niet een half uurtje maf, maar ik ga een uur lang proberen uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit. En B, het gaat je niet aan wat ik verdien. En eerlijk gezegd weet ik het ook niet. Ik speel omdat ik wil spelen. En in totaal werk ik heel hard en verdien ik vast een hoop geld. Maar ik sta hier niet voor het geld, dan zou ik vermoedelijk echt anders staan. Maar ik heb echt geen idee. Maar het is meer dan de gemiddelde politieagent per week, per maand verdient. Waarom is een varkensstal nou 3 meter hoog en een koeienstal nou echt heel hoog? 20 meter hoog of zo. Waarom zijn er varkens en koeienstallen? Waarom leven wij in een wereld waarin we besloten hebben om dieren dood te maken om op te eten met allerlei vreselijke gevolgen van dien? Laten we het daar eens over hebben. Hoeveel blaren had je nadat je in Amerika de marathon had gelopen op je klompen? Ik heb nooit een marathon gelopen. Mensen hebben echt de meest bizarre ideeën van mij. Ik heb ook nooit met 3 vrouwen in bed. Ik heb nooit een marathon gelopen op klompen. Ik heb wel in Boston de marathon gelopen. 2:33, dank u wel. En ik had geen blaren, ik had heel veel pijn, maar dat hoort bij een marathon. En mensen die op klompen een marathon lopen, dat zijn over het algemeen Brabanders.